Wauw. Het eindresultaat. Kijk eens. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. We zitten volop in de Sinterklaasperiode en dat betekent dat er ook surprises gemaakt mogen worden. Misschien heb je wel loodjes getrokken met je familie of je vrienden of met je klas. En ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe je een Legoman surprise kunt maken. Een superleuke surprise voor Lego fans natuurlijk. Nou, voordat je met het maken van deze surprise begint, moet je alvast wat dozen gaan verzamelen. Want voor deze surprise heb je verschillende dozen, wc-rollen, keukenrollen, dat soort dingen nodig om die Legoman te maken. Nou, ik begin allereerst even met de romp. En het belangrijkste bij zo'n surprise is natuurlijk dat er een cadeautje in gaat. Dus ik stop allereerst even een cadeautje in deze doos. Tadadada. Zo. Nou, ik stop hem hierin, maar je kunt de cadeautjes natuurlijk ook verstoppen in de benen of in een ander deel van het lijf. Ik ga mijn doosje nu heel even dichtplakken. En dat doe ik met tape. Ik heb daarvoor van het schilderstape, want dat is makkelijk. Ik wil hem namelijk straks nog gaan schilderen. En hier kun je overheen verven. Nou, deze zit helemaal dicht. Ik ga nu mijn armen en benen eraan vastmaken. Nou, ik had al laten zien dat ik deze heb gemaakt van oude hagelslagdoosjes. Dus die ga ik er allereerst even aan vastplakken. Ik gebruik daarvoor mijn lijmpistool, omdat dat zeker weten goed blijft zitten. Maar je kunt het natuurlijk ook weer met tape doen. Zo, nou kijk, die staat al vast. Aan deze benen ga ik voeten vastmaken. Daar heb ik ook al twee mooie doosjes van. Die heb ik trouwens gemaakt van de onderkant van een pak melk. En die ga ik daar even tegenaan plakken. Zo. Nou, die staat. De armen die ik er nu aan vast ga maken, die heb ik gemaakt van een keukenrol die ik dubbel gevouwen heb. En daar heb ik daarna uit een klein stukje van een wc-rol heb ik een klein stukje afgeknipt. En die heb ik hier doorgeknipt en daaraan vastgemaakt met tape, zodat er zo'n echt Lego handje ontstaat. Nou, en deze die ga ik hier aan de zijkant ook weer vastplakken. En dat ga ik natuurlijk met dit andere arm ook gewoon doen. Nou, nu alleen het hoofd nog. En daarvoor heb ik twee verschillende bakjes. Ik ga namelijk een hoofdje maken met daarop een petje. En om dat petje te maken heb ik uit karton een klep geknipt. Nou, die maak ik nu eerst even vast met de lijm aan mijn pet. En die zet ik er dan daarna bovenop. Zo, vast. Nou, een mooi Lego hoofd met een petje erop. Die ga ik bovenop mijn lichaam zetten, maar ik heb natuurlijk ook nog even een nek nodig. En die ga ik maken van dit bekertje. Dus dat knip ik even een stukje in. Kijk eens, een hele mooie nek. Nou, als ik die hierop vastplak en deze daar bovenop. Ziet er super cool uit zo, toch? Zo kun je de basis al een beetje zien. Nou, die plak ik tot slot ook nog even vast. Nou, het leuke is dat je nu natuurlijk al echt kunt zien wat het gaat worden. Hij mag alleen nog een stukje vrolijker, dus ik ga hem nu nog even verven. Nou,
Deze die heb ik niet meer nodig. Die kan opzij. En ik leg natuurlijk wel heel even een vuilniszak eronder. Want ik wil niet dat mijn tafel vies wordt. Zo. Nou, ik ga allereerst even beginnen met de lichtste kleur. En dat is geel. Voor het hoofd en de nek natuurlijk. En ook voor de handjes niet te vergeten. Deze Legoman die staat helemaal in de verf. Ik vind hem eigenlijk nu al super leuk geworden. Hij moet nog wel even een gezichtje krijgen, maar daarvoor wacht ik even tot de verf droog is. Moet je kijken, mijn Legoman is droog. En ik vind hem nu al super cool. Hij moet natuurlijk nog wel even dat gezichtje krijgen. En daarvoor heb ik nog even deze stift. En daarmee ga ik nog even een paar ogen en een mond erop tekenen. Wauw, het eindresultaat. Kijk eens. Super cool, toch? Nou, ik ben in ieder geval heel erg blij met het eindresultaat. En eigenlijk is het bijna zonde om op zoek te gaan naar het cadeautje. Ik hoop in ieder geval dat je mijn video weer leuk vond. En dat je de uitleg duidelijk vond. Dus ja, geef deze video dan nog even een duim omhoog. En mocht je nou zelf ook zo'n Legoman gaan maken, laat me dan vooral hieronder in de comments weten hoe die van jou gelukt is. Mocht je nou op zoek zijn naar meer surprise ideeën, want we hebben ook nog een heleboel andere leuke surprise ideeën op ons blog staan, moet je even kijken via het linkje daar. Ik wens je alvast een fijne Sinterklaas en ik hoop je volgende video weer te zien. Hoi!